leeuw voor de komende periode. We gaan bekijken wat de komende periode brengen gaat voor de leeuw door middel van de tarot, van de herstelde orde en de Lenneman kaarten. Ik ga je even de kaarten schudden voor het sterrenbeeld leeuw. Leuk dat je kijkt, leeuw. Leuk dat je deze video bekijkt. Laat ook zeker je comment, je reactie achter. Hartstikke leuk. Heb je tips, tricks om deze video te verbeteren? Ook helemaal top. Daar sta ik helemaal voor open. En geniet vooral van deze legging voor komende periode. Dit zijn de Lenneman kaarten. En die gaan we ook even schudden. En dan ga ik de legging doen voor komende periode voor de leeuw. Oké. Dan gaan we beginnen met de tarot. Beginnen we met de intuïtie en het laatste oordeel. De intuïtie ligt op positie 1 en dat is waar het om draait. En dit is wat daarbij komt, hè? Waar het om draait. Dit is eigenlijk waar het gevoelsmatig vandaan gaat komen, wat eronder ligt eigenlijk. Deze kaart, kaart 4, is dit heeft naar deze situatie toe geleid. Kaart 5 is het inzicht, dus dat is de kop, zeg maar. En dan hebben we kaart 6 en dat is waar het naartoe gaat. Kaart 7, ik zal ze een klein beetje opschuiven. Ik ga ze straks toch allemaal laten zien in beeld. Kaart 7 is de aas, dat is... en dan hebben we kaart 7, kaart 8, kaart 9 en kaart 10. En dat is het Keltische kruis met het tarot. En daar leg ik dus de Lenneman overheen en dan pakken we het geluk, het hart, het boek, de boom, de ring, de berichtgeving, keuze die gemaakt wordt. En dat is nou zo mooi als je een dubbel kaartendek gebruikt. Ik vind dat erg prettig, in ieder geval proef op de som. Als ik alleen nog naar deze kaart kijk, waar ik straks op terugkom. Deze kaart staat voor keuzes. Deze kaart staat voor die knoop ook doorhakken. Het mentale. Zwaard, daar snij je dingen mee door. Dit staat voor het intellect. Dus dat is heel mooi om eventjes te laten zien waarom ik een dubbele kaart neerleg. Nou, we gaan beginnen met de kaart van de intuïtie. Dat is een prachtige kaart. Het is het leuke van dit deck. Dit is van de herstelde orde. Dit deck heeft extra kaarten. Zoals de gebroeders van Leeuwen eigenlijk. Onno en Rob Dokters van Leeuwen. Die hebben de herstelde orde in het leven geroepen. Helaas zijn deze niet meer te verkrijgen. De boeken wel, maar de kaarten niet meer. Die hebben hem herschreven. De kaart van de intuïtie. Een hand omhoog. Het geluk. Het een zijn met je intuïtie, dat is waar het om gaat. En dit komt daarbij en dat is het laatste oordeel. Dat is als je even goed kijkt, dan zie je hier namelijk het alziend oog in de piramide, waar het hier een licht op de hele situatie laat schijnen. Hier zie je het element vuur, hier zie je het element water, hier zie je het kruis, de 10, maar ook het kind, hè? Dus vanuit de schepping, het nieuwe begin. Een wolkje. Je ziet hier eigenlijk alle elementen in terugkomen, maar ook de overview op de hele situatie. Dat gecombineerd met die intuïtie. En dat is ontzettend belangrijk. En als je dan kijkt dat die intuïtie leeuw, waar jij zo'n gebruik van mag maken, dan kom je uit bij de leeuw. De leeuw die heeft als teken ook schoppen. En schoppen is wel een luchtteken. Terwijl je ook van je intuïtie gebruik mag maken. En dat zal leiden naar ook een stukje liefde, want daar zit je middenin. Blijf kritisch naar jezelf, vandaar ook dat oordeel. Ga even een licht laten schijnen op de hele situatie in het algemeen. Dat is gewoon ontzettend belangrijk. Maak ook gebruik daarbij van jouw hoge priesteres die je ook in je hebt. Ik laat hem nog even zien. Hier zie je namelijk een witte pilaar bij de hoge priesteres en een donkere pilaar. We hebben allemaal donker en licht in ons. Ze heeft hier dat blauwe gewaad om. Dat blauwe gewaad
staat voor veiligheid, staat voor bescherming, staat voor maagdelijkheid. De hoge priesteres is een raadgever, maar op intuïtief, op goddelijk vlak. He, zoals dat vroeger natuurlijk een priester, dat we een priester hadden. Maar dan de vrouwelijke kant, de priesteres, de vrouwelijke priester dus. Die wil alles zuiver doen. Vandaar die donker-lichtkant, er is een middenweg. Jij bepaalt of jij je ingevingen vanuit het donker en het licht gebruikt. Maar die lichte kant is de bedoeling dat je in die zuiverheid blijft. Als je die zuiverheid, dat licht, dat wit gebruikt, zal het donker ook nooit overwinnen. Daarom is het belangrijk om regelmatig met je intuïtie te raden te gaan. Maar probeer altijd in dat licht te blijven. Dan ligt hierbij het boek, de studie. Een boek wat je sluit, een nieuw boek wat open gaat. Maar deze staat in dit geval voor studie. Studie van het oordeel, van het overzicht creëren. Omdat je heel dat geluk, hè, wat jou gegeven is op het gebied van onder andere de liefde. Want ik zie nog andere zaken liggen. Een nieuwe stap die je gaat maken, Leeuw. Deze legging, dat is iets waar jij nu in zit of heel snel in gaat komen. Dus het kan per leeuw natuurlijk wel ietsje verschillen qua tijd in het proces. Dus deze kaarten die onder die vier kaarten liggen, dat is wat deze kaarten aan moet vullen. Dus ga gebruik maken van je intuïtie, van je ingevingen. Gebruik de hoge priesteres in jezelf. Bestudeer het, zodat jij aan alle kanten de zaak kunt belichten voor een juist oordeel. Het laatste oordeel of een juist oordeel. Dan trek ik hier de kaart van het universum. Nou, dat is een prachtige kaart. Zie je ook dat het universum alles in handen heeft. Klaar is om zijn pijlen te schieten. De pijlenboog in de handen. Het vrouwelijke. De roofvogel. De leeuw, de kracht. En de stier zie je hier. En dan krijgen we hier, en dat is zo mooi, dat is de boom. En de boom met alle chakra's. Dingen die energie hebben gekost, maar ook de balans in de hartzaken die je mag gaan ervaren. Het is een aanvulling op dit verhaal. Dus het een gaat niet zonder het ander. Probeer balans en aarding te vinden in jezelf. Weet dat alle elementen van het universum aanwezig zijn om die liefde en die nieuwe verbinding te laten slagen. En waar leidt het dan naartoe? Het leidt naar die verbinding, die vurige verbinding. Je ziet hier de schoppen. Een aas. Schoppen staat voor het denken, inzicht. Nou, hij ligt op een perfecte plek, hè, voor het inzicht. Schoppen is wel een luchtteken en het gaat hier om die verbinding. De robijn, die staat ook voor bescherming en macht en geld. Dus in bepaalde culturen werd een robijn in een bepaald gebouw, in een fundament, hè, gelegd. Als bescherming en aantrekking. Deze staat nu gewoon voor een overeenkomst. En dat heeft met liefdeszaken te maken. Maar ook met het inzicht. Maar ook de ridder van het pentagram. Dus je bent al bezig financieel ook munten te gaan slaan. Munten te maken. Je ziet dat die ridder het geld al in handen heeft. Dus je bent aan het vermeerderen van heel veel zaken. Dit is waar het naartoe gaat. Je kunt dus rekenen, dat moet ik er wel even bij zeggen, op berichtgevingen. Dat heeft ook met emoties te maken, relaties, geluk, gevoel. Ik moet hem wel even goed houden, niet dat hij door het licht reflecteert. En je krijgt berichtgevingen en je mag dingen loslaten. Om even op die emoties terug te komen. En daarom gaf ik een bepaalde waarschuwing mee. Je ziet hier de dame helemaal met de deken onderheen. Als het ware beschermend, wit. Er zijn een aantal illusies duidelijk geworden. Er liggen hier een paar bekers om. Het mooie nieuws is dat er nog twee bekers overeind staan. Die bekers die omliggen, die heb je niet meer nodig. Die emoties zijn verwerkt, die mag je loslaten. En dat is allemaal gebeurd in dat laatste oordeel wat je hebt mogen maken. Zodat je verder kan. En waarschijnlijk heb je ook nog berichten gekregen. Waardoor je dat laatste oordeel volledig compleet hebt. Waardoor je illusies losgelaten hebt. Maar onthoud één ding, die twee bekers die nog overeind staan.
Daar gaat het om. Die omleggen heb je niet meer nodig. En dan kun je ook, zoals ik net ook al aangaf, die keuze gaan maken. Jij hebt namelijk de controle, hè, dat heft in handen. Daarvoor ook die handen. Jij die controle hebt met dat zwaard, met dat gouden handsgreep en de overwinning. Dus maak je niet zo druk om tranen die eventueel nog vloeien met die omgevallen bekers, die emoties. Maar die dienen jou niet meer. Daarom zijn ze omgevallen. En dan ga je een keuze maken, leeuw. Een keuze vanuit jouw intuïtie, vanuit je kracht. Dus geef alles. Alles is een proces. Dat zie je ook. Een volle maan heeft ook een nieuwe maan nodig om vol te worden. Een afnemende maan. Als dat proces niet voltooid wordt, kan het proces niet verder. Stagneert de zaak. Dus heb ook altijd geduld in een proces. Dit is ook een kaart van emoties. Het hart zie je hier. De 8 is geen begin en geen eind. Dat staat dus ook, hè? Dat die 8 voor dat proces. Dat begint iedere keer opnieuw. Het stopt niet. Nee, er begint weer een nieuwe cyclus. Dus neem dat met je mee. En dan hebben we hier de munten 5, pentagrammen 5. Terugkomend op die bekers. Je voelt je een beetje verloren in een bepaald stuk. Zet je daar overheen. Besef, accepteer. Besef dat dat erbij hoort. Voor een nieuwe start. Voor je nieuwe geluk. De een is kreupel en de ander loopt arm weg. Maar je hebt nog 5 munten die je aan het slaan was. Die verwonding is van korte duur. En je ziet hier ook dat je ondersteuning hebt. En als ik daarop invoel, heb ik vooral het gevoel dat dit je wel erg geraakt hebt. Vandaar dat ik ook benadruk. Kijk naar die bekers die overeind zijn. Dit is tijdelijk, hè, die ondersteuning die, waarvan jij het vooral het gevoel hebt dat je die nodig hebt. Dan gaan we naar de ene laatste positie. En dat is de staven 7. En dat zijn je angsten. Angsten en verwachtingen, hoop en angst, hoop en vrees. Je ziet hier de staven 7. 7 staven, een andere staaf heb je in je hand. De angst die je hebt, laat die los. Zoals ik hier al op die bekers aanwees. Durf die los te laten. Je hebt zelf de controle. Maar durf ook in actie te komen. Zodat je niet in die... Zet die angst om in actie. Zodat dingen ook kunnen gaan stromen. Geld gaat stromen, liefde gaat stromen. Alles komt weer in evenwicht en in een grotere groei. In een volledigere groei. En daarvoor heb je die basis nodig gehad die je hier mag doorlopen. Dan trek ik hier, last but not least, een hele mooie combinatie. En dit is het uiteindelijke doel. Het anker staat voor hoop, staat voor vertrouwen, staat voor geloof, staat voor geld, staat voor dromen. En het ligt anker vast. Dus dit ligt ook vast. Je ziet op dat anker, en dat wil ik even dichtbij laten zien, ook 2 vissen. Vandaar dat het ook voor geld staat. Communicatie. Het hart staat ook voor emoties. Vandaar ook dat water hier. En dat is ook een doel. Het is, deze positie is een doel wat bereikt gaat worden. Maar hier kun je er ook van op aan. Dat de situatie waar je mee bezig bent, die dromen en doelen die je hebt, relationeel en carrière gericht, die ga je ook bereiken. En dan kan je hier deze kaart, dat is de bekers 7. Een beetje een donkerachtige gedaante, zwarte hand, waar je op moet letten. Alle bekers staan overeind, alles is aanwezig. Maar er is nog een geheim, er is nog een verrassing. Er komt nog een konijn uit die bekende hoed. En dat kan een lief konijn zijn, dat kan een gek konijn zijn. En soms kan dat ook een kleine teleurstelling zijn. Maar als je ervan uitgaat dat in al die bekers misschien 1 gek ding zit wat je nog niet weet. En misschien wel een fantastische verrassing. En als je die combinatie maakt met dat anker wat daar ligt voor jou, zou ik me daar niet zo druk om maken. Nou Leeuw, dit is wat jouw komende periode te wachten staat. Ik zou zeggen duim omhoog. Hartstikke leuk. En laat zeker een reactie achter. Deel het. En zeg het voort. En ik wens jou een mooie periode toe. En tot de volgende keer.